Ik heb toch het idee dat Rick zijn pijlen zet op Cindy. En Cindy doet zich heel goed voor. En ik wil eigenlijk wel weten of het inderdaad wel zo is dat ze zo netjes is. En dat ze inderdaad zo zorgzaam kan zijn als dat ze zegt. Nou, dit is de kamer van Cindy. Oké. Oh, wat leuk zeg. Hey. Zo, ze houdt wel van landelijk, zie ik. Koetje aan de muur. Erg leuk. Alleen, ja, dat bed had ze toch wel eventjes beter mogen rechts trekken. Ik zie dat het niet gestreken is. Maar ja, vooruit. Wat heb je met die meisjes? Oh, maar dit vind ik ook wel heel erg leuk, zeg. Die hartjes aan de muur. Ik herken daar ook wat dingetjes van Rick in. Ik zie gelukkig geen asbak staan. Ik merk toch wel, als de moeder van Rick er niet bij is, dat we toch op een andere manier met elkaar omgaan. We zijn allemaal jong en we houden van een lolletje. En als zij erbij is, dan staat toch meer de rem erop. Ja, als Lisbeth er niet bij is, dan is Rick heel anders. Dan is hij veel losser en dan zijn moeder zit er toch een beetje bovenop. Feest en beesten, daar ben ik een grote ster in. En een wodkaatje gaat er ook wel in. Alweer met een paar dagen. Zie je wat te doen als ze straks thuis komen, een beetje afstoffen. Wat het interieur betreft, moet ik zeggen, komt er heel veel overeen met Rick zijn smaak. Dus ik denk dat dat zeker wel bij elkaar past. Het zag er netjes uit, schoon. Ja, zeker. Ik vond het echt leuk. Zo. Dus hier zitten ze samen. Zitten jullie s'avonds wel eens? Ja, dit is een gezamenlijke woonkamer. Okay. Het is niet zo groot natuurlijk, hè? Als je toch met elkaar woont, moet je toch wel gezellig hebben met elkaar. Ja, met Cindy heb je het wel gezellig, hoor. Ja? Altijd wel? Altijd wel, ja. Oké. Okay. Ja. Lekker feestbeestje. Ja, ja. Ja. Nou, dat hebben ze ook al inderdaad wat laten zien. Tenminste, niet aan mij, maar ik heb het wel gehoord. Ja. Nou, dat verbaast me niks. Nee, nee. Nee. Ik hoorde van een vriendin dat het wel een feestbeest is. En in hoeverre gaat dat dan? En vindt Rick dat inderdaad wel leuk? Hey, maar zie je Cindy dan ben je in een vaste relatie? Of? Ik heb haar nog nooit in een vaste relatie gezien. Nee, want dat heeft ze nog niet echt gehad, heeft ze ook eerder verteld. Ja, nee, ze is een beetje mijn vrijgezellenmaatje. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, je weet het niet. Nee. Ik heb het idee dat ze toch wel een beetje een stapelbriek is. Ja, het verbaast me wel dat Cindy meedeed aan het programma. Ik zie Cindy nog niet heel snel in een vaste relatie. Maar wie weet is dit hem? Ja, het is wel spannend hoor. Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Absoluut. Alleen voorzie ik nog wel dat Cindy echt een stadsmeisje is. En Rick is toch wel een beetje dorps. Of dat inderdaad gaat lukken. En zeker ook met het werk van beiden. Biertje lusten ze wel. Ja, of dat de liefde dan diep genoeg is om daarvoor te vechten. Nou, ik zie hier wel een volgende van Soepsie. Daar houdt hij niet zo van. Nee.